Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM heeft vandaag feestelijk haar nieuw dienstencentrum in gebruik genomen. Het dienstencentrum Aquagebouw genaamd is ondergebracht in het volledig gerenoveerde oud Surposgebouw aan de Heliotropenstraat. Nadat het gebouw officieel door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en SWM-directeur Marlon Oosterling in gebruik was genomen, is het ingezegend door dominee Michael Stewart. In het Aquagebouw zijn nagenoeg alle afdelingen van de SWM en de dienst watervoorziening van natuurlijke hulpbronnen ondergebracht. De vertegenwoordiger van de SWWO, Ortwin Cairo, gaf aan dat het belangrijk is dat de werknemers nu goed geaccommodeerd zijn. Directeur, het streven van u wordt inderdaad verwezenlijk. De inkomsten moeten instromen. Werknemers, u komt in een andere omstandigheid te verkeren, andere omgeving. Laat dat zo zijn dus dat u daadwerkelijk de competenties die u heeft, mag het zijn dus dat ruimtegebrek een probleem zou zijn geweest, dat dat niet tot zijn recht kwam. Wel, ik geloof dat dat niet meer hoeft te bestaan. U heeft genoeg ruimte. Gebruikt u de ruimte zo nuttig mogelijk. En zorg ervoor dus dat je de competentie daadwerkelijk tot uiting brengt. SWM'ers, ook de Surinaamse gemeenschap moet ik feliciteren met het heugelijk feit dat de SWM dus die drempel daadwerkelijk heeft verlegd. NH-minister Dodson gaf aan dat de SWM'ers de boodschap hebben begrepen dat de dienstverlening naar de gemeenschap uitgebreid moet worden. Volgens hem moet er echter wel iets gedaan worden aan de watertarieven. Het brengen van kwalitatief goed water naar de samenleving kost geld, benadrukt Dodson. De gemeenschap ziet duidelijk en heel transparant wat er gebeurt met de penningen. Want dit alles wordt uit de penningen betaald. De Surinaamse waterleidingmaatschappij is een parastataal. Het verder gaan naar de districten, naar het achterland, zal betaald worden uit de penningen, omdat wij zeggen, wij maken de dienst beschikbaar voor ieder en de gemeenschap die moet ervoor betalen. We kijken naar efficiëntie, we kijken naar wetgeving, de waterwetten, de nieuwe waterwetten zijn af, de uitvoeringsbesluiten worden nu gemaakt. We hebben dus het traject ingezet, ze zijn al langs de Raad van Ministers, moeten nu naar de Staatsraad en dan vanuit de Staatsraad via de president naar de Nationale Assemblée voor aanname. NH-minister Dodson vandaag bij de ingebruikname van het nieuw dienstencentrum van SWM, het Aquagebouw, dat gevestigd is in het gerenoveerde Surposgebouw, de Poelenpandje.